Waarom je meerdere keren per week eieren zou moeten eten. Waarom je meerdere keren per week eieren zou moeten eten. Zijn eieren echt goed voor je? Het antwoord is ja. Ontdek waarom en de beste manieren om eieren te bereiden in dit artikel. Is het goed of slecht voor je om eieren te eten? Hoeveel eieren zou je moeten eten? Zijn alle eieren hetzelfde? Als het gaat om voedingswaarde, zul je altijd verschillende theorieën vinden. Sommige veranderen zelfs in de loop der jaren. Vandaag zullen we je vertellen waarom meerdere keren per week eieren eten wordt aanbevolen voor een uitgebalanceerd voedingspatroon en optimale gezondheid. Niet alle eieren zijn hetzelfde. Het eerste punt dat je moet benadrukken, is het belang van het kopen van biologische eieren. De hennen worden in vrijheid opgevoed en gevoederd met zaden, planten, insecten etc. Aan de andere kant komen conventionele eieren van kippen uit een legbatterij. Ze zitten meestal opgesloten in kooien, krijgen soja en genetisch gemodificeerde muis te eten. Ook krijgen zij allerlei additieven en antibiotica. Naast hun oorsprong en smaak, bevatten biologische eieren veel meer voedingsstoffen. Dit komt omdat de kippen veel meer variatie en natuurlijke producten te eten krijgen. Lees hier ook over. Hierna zul je nooit meer een eierdoos weggooien. Eieren en je gezondheid. In de afgelopen jaren werden eieren bekritiseerd omdat ze in verband werden gebracht met een te hoog cholesterol en cardiovasculaire aandoeningen. Hoewel het waar is dat alle dierlijke vetten cholesterol bevatten, betekent dit niet dat het slecht voor je gezondheid is. Sterker nog, je lichaam heeft dit ook nodig. Het eten van biologische eieren kan je zelfs helpen om ziektes te voorkomen, inclusief aandoeningen die je hart betreffen. Meer en meer voedingsdeskundigen raden het regelmatig eten van eieren aan als onderdeel van een gezond voedingspatroon. Meer eieren en minder vlees. Wil je een uitgebalanceerd voedingspatroon? En wil je genieten van de smaak en voedingswaarde van eieren? Dan raden we je aan om je consumptie van eieren te verhogen. Tegelijkertijd moet je de consumptie van vlees, met name rood vlees, verminderen. Dit zal je helpen om voldoende dierlijke eiwitten van een hoge kwaliteit binnen te krijgen, zonder het risico te lopen dat je overdrijft. Daarnaast is milieuvriendelijk vlees duur. Dat maakt het veel beter voor je portemonnee om voor eieren te kiezen. Wat doen eieren voor mij? Eieren leveren je een uitstekende combinatie van eiwitten met een hoge biologische waarde. Ze bevatten alle essentiële aminozuren en makkelijk te verteren gezonde vetten. Het is een rijke bron van voedingsstoffen. Het bevat veel vitamine A, B, D, E en beta-carotene. Daarnaast levert het ook essentiële aminozuren en mineralen als ijzer, fosfor, kalium en magnesium. Het is ook belangrijk om te vertellen dat eieren geen vezels en koolhydraten bevatten. Meerdere keren per week eieren eten dus. Hoeveel eieren zou je in een week moeten eten? Een gezond persoon met een uitgebalanceerd voedingspatroon kan iedere dag een biologisch ei eten zonder dat dit een risico voor zijn, haar gezondheid is. En in de wetenschap dat iets te eten dat een enorme hoeveelheid voedingsstoffen bevat,
Mensen met vragen over hun gezondheid kunnen een voedingsdeskundige consulteren, maar 3 tot 5 eieren per week zouden geen problemen moeten geven. Hoe kan ik ze bereiden? Biologische eieren zijn een ideaal onderdeel van een gezond eetpatroon, maar we moeten er wel op wijzen dat het uitmaakt op welk wijze je ze bereidt. Om te voorkomen dat het vet oxideert en om hun antioxidanten te bewaren, moet je bakken en bereiding in de magnetron vermijden. De gezondste manier om eieren te bereiden, is door ze te pocheren of zacht te koken. Het is geen goed idee om ze op hoog vuur gedurende meerdere minuten te koken. Als je dat wel doet, zul je zien dat de dooier grijs is geworden als je ze gepeld hebt. En ze ruiken dan naar sulfiet. Dit zijn tekenen dat je ze niet goed gekookt hebt. De ideale manier is om ze op een laag vuurtje te koken. Niet al te lang, net als met de beroemde gepocheerde eieren. Deze hebben net gestolde eiwitten en nog vloeibare dooiers. Het is wel van belang om op te letten. Als je kortgekookte eieren eet, moeten we benadrukken dat je het beste voor biologische eieren moet kiezen. Anders kan het risicovol zijn. Lees meer over eieren. Hoe kun je binnen 3 seconden weten of een ei vers is? Waar kan ik biologische eieren kopen? Ieder land heeft zijn eigen specifieke voorschriften om de kwaliteit van eieren te garanderen. Soms is het een geprinte code op de eierschaal. Of misschien een biologisch gecertificeerde stempel. Ga op zoek naar wat er in jouw land wordt gebruikt om de beste biologische eieren te ontdekken. Je kunt ook eieren van een betrouwbare boer kopen van wie je weet dat hij vrije uitloop kippen heeft. Of je kunt je eigen kippen houden als je een beetje tijd en grond hebt. Je weet nu hoe vaak per week je eieren zou moeten eten.